Het eerste debat waar we mee gaan beginnen. Ja, hoe kan het ook anders? Het is het onderwerp waar het de laatste jaren altijd over gaat in onze provincie. Ik heb het natuurlijk over gas. En met de parlementaire enquête nog vers in het geheugen, ja, staat er eigenlijk één ding vast. Er moet iets gebeuren in de provincie Groningen. Dat zijn de dingen die het heel lastig maken. En dat zijn ook de dingen waar je dan van wakker ligt. De pijn die gaswinning in Groningen heeft veroorzaakt is bekend. Ik vind het gewoon moeilijk dat je elk stukje van je recht hierin bevechten moet. Toch was het opnieuw schokkend om naar de getuigen te luisteren tijdens de parlementaire enquête gaswinning. De opbrengst, de honderden miljarden, bracht de Nederland ongekende welvaart. Bracht de Groningen schade, pijn, angst en verdriet. De veroorzaker van al dat leed, onze eigen overheid, zei tegen duizenden van zijn burgers: zak er maar in. Zie maar dat je je schade vergoed krijgt. Vorige week is eindelijk besloten dat de landsadvocaat niet meer in hoger beroep gaat als een rechtbank een vergoeding heeft toegekend. Een belangrijk punt. De enquêtecommissie vindt dat Nederland een ereschuld aan Groningen heeft die Nederland moet inlossen. De minister-president reageert nog altijd niet op de harde conclusies van de commissie. Als ik nu hapsnap reageer op één element, is dat gewoon niet goed. En de rol van onze eigen bestuurders dan? Laten we daar eens over praten. Aan de hand van de stelling: de provincie Groningen doet te weinig om de bevingsregio vooruit te helpen. Een hele duidelijke stelling waarin jullie stelling moeten nemen. Dat doe je aan de hand van de Martinitoren die jullie allemaal voor je hebben staan. De Martinitoren heeft twee kanten. Een rode kant als je het oneens bent met de stelling. En een groene kant als je hem eens bent met een stelling. Zet hem zo neer met de kant naar mij gericht waar jij achter staat. Ik zie dat daar een Martinitoren in het midden wordt gezet. Er wordt geen stelling genomen door Partij voor het Noorden. Ik zou heel graag de stelling nog eens een keer duidelijk willen horen. Dan doe ik dat. De provincie doet te weinig om de bevingsregio vooruit te helpen. En dan zet jij hem heel duidelijk op groen. Daar ben je het mee eens. Ja. Waarom is de Partij voor het Noorden het daarmee eens, Dries? Omdat wij vinden al vanaf 2012 dat Groningen in de steek gelaten is. En dat er vanuit de provincie Groningen heel duidelijk signalen moeten komen dat alle partijen, alle gedeputeerden achter de Groningen staan. En zolang er 4 gedeputeerden verantwoordelijk zijn voor dat ene stukje, is alles verknipt en weten de Groningers niet waar ze moeten zijn. Het gaat hier heel duidelijk om de mensen en niet om de schade. Het gevoel van veiligheid, het gevoel dat je er voor elkaar staat. En dat is de laatste 10 jaar. Groningen is gewoon in de steek gelaten. Punt. Jeff Dekker, PvdA. Ja, Groningen heeft nog heel veel meer te doen. Dat is ook de reden waar ik voor die stelling ben. We hebben de uitkomsten van de parlementaire enquêtecommissie gehad. Nou, dat ligt er niet om. Er ligt een ereschuld die miljarden moet gaan kosten om de toekomst van Groningen voor elkaar te boksen. En dan heb je de regio, heel veel regio nodig, maar nog veel meer het Rijk. Dus we hebben heel veel kracht en energie nodig voor de komende periode om ervoor te zorgen dat onze inwoners daadwerkelijk worden geholpen. Dus dit is nog maar het begin. We zijn er nog lang niet. Volle kracht vooruit. Ik zie dat je het staat te popelen. Ja, zeker. Want het gaat er natuurlijk wel om wat we doelen met vooruitbrengen. Dus, want ik wil wel echt voor pleiten dat we eerst de boel moeten oplossen. Dat iedereen hier een veilig huis moet hebben. Dat de schade geregeld moet zijn. Dat we één loket krijgen. Dat de versterking geregeld wordt. Dat iedereen weer zeggenschap heeft over zijn eigen huis. Daar veilig woont. En want nu, wat de regio ook heeft gedaan. En dat zagen we ook in het filmpje. Die is al wat aan het voorsorteren op het perspectief. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar zolang de shit niet opgelost is voor mensen die echt in de ellende zitten, dan moeten we daar nog niet mee bezig zijn. En dat heb ik toch wel gezien de afgelopen jaren. Dat we vooral met dit college bezig zijn met allerlei nieuwe ontwikkelingen hier naartoe. Ik ga even naar de overkant. Ik ga naar Mirjam Wilsen, VVD. Ja, dank je Marcel. Ik werd even getriggerd door het perspectief. Ik had hem wel op groen staan. En waarom? Ik vind dat je van resultaat moet uitgaan. Ik weet dat ik er het geknokt heb, ben ik ook onderdeel van geweest. Maar ik ben het helemaal eens met de SP. We hebben gewoon niet wat we willen en het gaat niet goed genoeg. Ik vind dat je perspectief moet bieden. Dus ik vind dat wij nog beter ons best moeten doen. Ja. En dat perspectief kunnen we de komende tijd binnenhalen. Dat betekent dat we groots moeten inzetten op perspectief, schade versterken. En we moeten naar onze bewoners kijken. Maar we moeten ook kijken hoe kunnen we de provincie Groningen een economische motor van Nederland maken. Met wind op zee, in de Eemshaven ontwikkelingen en
en veel werk voor de toekomst. En dat perspectief, dat kan verdubbeling van de wegen hebben. Dat is een gamechanger voor onze provincie. En daar gaan we ons keihard voor inzetten. Ik ga naar de nieuwe partij. Ik ga naar Floor van Scherpenzeel. Ja, 21. Ja, nou, volgens mij moeten we helemaal eens dat we echt aan de slag moeten. En volgens mij staan we hier ook als Groningen en zijn we het allemaal eens dat er wat moet gebeuren. Maar landelijk wordt er natuurlijk heel veel bepaald rondom de gaswinning. En uw partijleider die is te moe om te reageren op ons rapport. Maar die kan wel naar 8 talkshows de komende dagen. Dus ik denk ook dat we daarop moeten inzetten. Met elkaar het kabinet moeten oproepen. Kom nou eens met een reactie. Want het rapport stelt juist dat het allemaal zo lang duurt. Ja. Ja, persoonlijke aanvallen mag je altijd reageren. Het kan zijn dat mijn partijleider te moe is. Nou, dan ben ik ook teleurgesteld en dan word ik ook verdrietig. En dan denk ik, verdorie, ik ben ook moe, maar ik pak door. Wees blij dat ik als regionaal bestuurder en als VVD er wel voor de Groningen sta en mijn keihard daarvoor inzet. Nou, het zou mooi zijn dat u de partijleider opbelt en die oproep ook geeft. Want misschien luistert hij wel naar u in plaats van alle Groningen. Ik ben ervan overtuigd. Kijk, we gaan naar Jan Hartog van de SGP. Ja. Ja, ik heb de stelling op rood staan, want ik zeg niet zo gauw dat het aan de provincie ligt. Het is volgens mij een mentaliteitskwestie in Den Haag. En dan kan ik het beste aan een voorbeeld binnen 20 seconden duidelijk maken. Als een van onze kinderen in de buurt een ruitje ergens inschopt, dan kan ik op 2 manieren reageren. Ik kan reageren door naar diegene toe te gaan waar de schade is toegebracht en zegt, hoor eens, dit hebben wij gedaan. Ik ga het vergoeden. Jij krijgt een nieuw ruitje en je krijgt ook nog een bosje bloemen vanwege de overlast. Ik kan ook wegkijken en wegkruipen. Ik ga niet naar die buurman toe. Ik wacht tot hij uitgevonden heeft dat mijn kinderen het misschien gedaan hebben. En vervolgens probeer ik te zeggen, nee, zo zijn ze niet, dat doen ze niet. Probeer ik erachter vandaan te kruipen. En als ik er dan niet onderuit kom en ik moet iets doen, dan zeg ik, nou ja, dat ruitje dat was niet nieuw, dus je krijgt geen nieuwe. Nee. Weet je wat, ik heb nog een rolletje plakband in de kast, dat geef ik jou. Kun jij die schermen lijmen en dan praten we nergens meer over. Dat bedoel ik met mentaliteit. Geert van Dekker, PvdA. Nou ja, ik wil iets anders inbrengen. Ik begreep je trouwens helemaal niks van. Maar als het gaat om jaar 21 is het wel zo. Dat jullie zeggen, die gaswinning die moet maar omhoog blijven. Ja. Met alle gevolgen van dien. Ja, zeker wel. Nee. Met alle gevolgen van dien. Het is niet eens zo dat jullie zeggen dat je veiligheid voorop stelt. Nou, dat is het belangrijkste nee, maar dat is gewoon echt. Ja, precies. Want als we de veiligheid van onze inwoners niet garanderen door de gaswinning nul op nul te zetten, op wettelijk dat vast te leggen, dan wordt het helemaal niks. We gaan naar Jan. Ik moet even naar Jan Otters van de 50. Hij valt persoonlijk aan. Ik kom zo direct bij je terug, mevrouw Scherpenzeel. Ik ga eerst even naar Jan Otters van 50+, die is nog niet geweest. Dat iedereen wel aan de beurt komt. Ja, nou, wij hebben ook groen. 50+ heeft groen. En laten we nou eerst het rapport afwachten wat daar gebeurt. Maar waar ik mij dood aan erger, is dat de statenleden 4 jaar lang niks gedaan hebben. Niet een keer op de tafel geslaan hebben. En ook onze gedeputeerden, maar ook onze commissaris van de Koning. Ja. Waar ik wel koningin zeggen, maar daar ben ik mee groot. Is een tijdje de koning. Ja, daar ben ik altijd mee groot geworden. De heer Nepaas, ja. Die hebben totaal niks gedaan. En nu hoor ik hier de veroorzaker van dat ellende, de VVD, PvdA, hoor ik praten over de ellende die zij veroorzaakt hebben. En als ik in het publiek kijk, dan zie ik daar Martin van Rooyen zitten, Eerste Kamerlid, die gezorgd heeft dat de oudjes met AOW 90 euro erbij krijgen. Ja, maar dan gaan we naar AOW. We hebben het hier over het gas. Ik ga eerst naar mevrouw Scherpenzeel. Dat was de aanval van meneer Van Dekker die het erover had dat jullie ervoor kiezen om die gaskraan weer open te draaien. Dat is wanneer meneer Van Dekker hij vreemd ons dat veiligheid niet op nummer 1 staat. En we hebben 3 voorwaarden. Veiligheid staat op nummer 1. Wij zeggen dat gaswinning kan op een veilige manier, als het kan op een veilige manier. Schadeherstel moet opgelost worden, de aardbevingen, die huizen moeten aardbevingsbestendig zijn. En u zegt, veiligheid staat bij jullie niet op nummer 1. Ik kom zelf uit Groningen. Ik wil problemen brengen. We hebben nog één minuut. Ja, wat ik echt heel graag zou willen, is dat we met alle politieke partijen, even los van de aanval van 50+, Maar 50+ had wel een puntje. Ja, wacht nou even. Hij had het over de statenleden, maar onze gedeputeerde staten heeft niks gedaan. Ik wil graag mijn punt maken, voorzitter. Mag, hè? Meneer Van Dekker, maak kort het punt. Ik zou het echt heel mooi vinden als we vanaf een nieuwe periode met z'n allen zeggen, die gaswinning moet naar nul. Dat leggen we wettelijk vast en gaan ervoor zorgen dat perspectief en inderdaad ook de versterkingsoperatie, die als eerste, wordt geregeld. Heel kort nog, Dries Zwart namens Partij voor het Noorden. Laten we nu even weer naar het begin gaan. SODM zegt, gaswinning kan niet veilig. Moeten we er dus gewoon mee stoppen. We hebben te maken met mensen. We hebben niet te maken met economische zaken. Ja, ook. Maar wat er eerst van belang is, zijn 26.000 woningen die nog versterkt moeten worden. Zijn ook zoveel mensen. De tijd zit
erop. Oh. Dat is jammer. 8 minuten zijn voorbij. En we zouden door willen gaan, dat begrijp ik, meneer Zwart, maar ik moet hem bij deze helaas afronden.